Ik zit vandaag in de buurt van Capelle aan de IJssel. Aan de IJssel, zoals je kunt zien. Fantastisch, groot en breed water. Waar natuurlijk een hoop stroming staat. Dikke brasems zwemmen, grote vorens, stevige winders. Ik ga vandaag met Daan en Daan eens kijken of dat we vis kunnen vangen hier vandaag. Kijk, ik zit hier aan de kant van Capelle aan de IJssel. Met een prachtig uitzicht op, volgens mij, Krimp aan de IJssel, denk ik aan de overkant. Of ik moet me heel sterk vergissen. Fantastisch water natuurlijk. We zitten nu met hoog water. Het is doodtij op dit moment. Het is eigenlijk afwachten tot het water een beetje af gaat lopen. En dat je hier natuurlijk niet gaat vissen met het lichte lage vaartmateriaal, dat is natuurlijk duidelijk. Ik zou eens laten zien wat voor spullen ik hier nou gebruik. Nou, als ik naar dit soort water toe ga, dan gaat hij altijd mee. Mijn Berkeley Cherrywood feeder van 4,50 meter. Dat heeft me nog nooit in de steek gelaten. Is volgens mij niet meer te krijgen in een winkel. Wat is al lang uit assortiment, maar ik zweer erbij in elk geval. Daaronder heb ik een 6000 serie van Preston. Je hebt hier wel een molen nodig om een beetje meters te kunnen maken. Op de molen een 1/10ste gevlochten lijn. En uiteraard werk ik met een voorslag. Zo'n voorslag heb je gewoon nodig. Gevlochten lijn heeft geen rek. En dan moet er toch nog iets van een stuk nylon in zitten. En wat ook belangrijk is in dit soort wateren, is dat je je lijnen zo dun mogelijk houdt. Want het stroomt nogal. En de stroming krijgt een vrij snel vat op je lijn. Nou, wat gebruik ik nou? Ik gebruik een getaperde voorslag. Je kunt ook een gewone gebruiken. Gewoon een stuk nylon pakken van 30/100ste. Maar ik vis nou eenmaal graag met een getaperde voorslag. En ik ga die kant weer op, want Daan senior weer met vis. Ook weer naar voren, Daan? Een dikkere vis. Oh, een prachtig visje. Kijk, we hebben al wat gezien. Komt hij aan. Actieve binnen. Vis onthaakt. We gaan hem eens even bekijken van dichtbij. Eens kijken, wat een prachtig exemplaar. Nou, daar zitten we hier. Het is absoluut doodtij. Het beste is natuurlijk als het of opkopend is, maar nog veel beter afgaand water is. Pak ik even mijn onderlijntjes erbij, dan kun je die ook gelijk zien wat ik gebruik. Nou, het is ook allemaal niet zo spannend. Het is ook allemaal wat zwaarder natuurlijk. Ik gebruik ze van Gamakatsu. Haakmaat 12 tot haakmaat 8. En onderlijnsterkte 18. 1 meter lang zijn ze, dat ik een beetje een wapperlijntje krijg in de stroming. En ja, ik kan maar één ding doen nu. Wachten tot het gaat stromen. Wachten tot de vis gaan vangen. En ik heb de speedkorven bij me. Verlengde speedkorven van 60 tot 100 gram. En ik heb blokkorven bij met ankers. Van 60 tot 100 gram ongeveer. Die heb je hier gewoon nodig. Want als het hier goed stroomt, kun je die 100 gram er bijna niet aan de grond houden. En heb je zelfs soms wel eens een zwaardere nodig. Over het algemeen, zoals nu, waarbij het redelijk rustig is en het ook nog deels doodtij is, kun je feitelijk met 60 gram kun je goed uit de voeten. Nou, als ik naar dit soort wateren ga, dan heb ik een voertje met een hoge kleefkracht. Want het is natuurlijk belangrijk dat het voer eruit komt op de bodem en niet zo gauw de korf het water raakt. Dus ik gebruik hier ik heb een combinatie van het gele gevaar en ik heb wat van haar einde. Hoge kleef- en plakkracht. Ik doe er nog wat gele korreltjes in voor de aandacht. En dat is het in feite. Vervolgens heb ik flink wat maden bij me. Ik heb wat kasters bij me. En ik heb hier nog restant piertjes en ik heb nog een zak staan. Ik heb deze dingen ook nog bij me als haakaas. Een soort ja, macaroni-achtig idee. Geel en ik geloof nogal in kleurtjes. Omdat vis daar toch vaak op reageert. Ik heb ze in geel, ik heb ze in rood. En ik heb uiteraard een blik mais. En voor het geval ik helemaal wanhopig ben, ook nog een flesje additive. Ik heb mijn haak gevuld met wat piertjes, met wat maden. En dan ga ik mijn korf ga ik natuurlijk vullen. Even voorzitten, dan kun je meekijken. Pak mijn korf even vast. Camera draaien we even. Dan kun je het zien. Zoveel bijzonders is het niet. Kijk, dan ga ik even mijn korf vullen. Gewoon het voer, wat maïskorrels erin. En, gaat het er zo uitzien. Flink aan stampen, je ziet het. Weinig stroming, dus de ankers kunnen nog gewoon recht staan. En dan gaan we gooien. Gooien en filmen is natuurlijk sowieso al een hele uitdaging. Dus ik ben heel benieuwd of de camera het redt. We gaan het gewoon proberen. Daar gaat hij, richting de 16. En ketsen maar met die handel. Hoppa. Klaar is die. Afsteunen. Wachten tot de lijnsloop valt. Dan is die op de bodem. Yes, op de bodem. En dan kan ik me nu
wat aan gaan draaien. Dan gaan we eens kijken. En dan gaan we weer. Ik heb het idee dat we vandaag helemaal naar huis gevist worden door Daan Senior. Komt er weer een aan. Weer een dikke voren, Daan. Voor mij, ik denk een kleine brasem, man. Kleine brasem zelfs. Pokkig hoor. Ja, kijk hem mee. Voren. Het zijn wel prachtvissen trouwens hoor. Dat is een mooie vis, man. Ja. Weer een prachtvoering. Nou, vis onthaakt. Even kijken, ik moet nog eens kijken. Wat een prachtvis toch hier. Mooi, hè? Geweldig. Hij kan weer terug. Nou, gaan we gewoon eens kijken wat het is. De verwachting is een klein visje. Je weet het nooit. Kleine tikjes deze keer. Geen grote vis. Er komt er boven. Pracht van een speedkorf. Zonder vis. Met een onderlijn. Niks. Jawel. Jawel. Vis? Ja, kijk nou toch. Kijk, het zijn niet alleen grote die je hier vangt, dat zie je wel. Nou, over een paar jaar komen we terug en dan vangen we hem nog een keer. En die is binnen. Kijk eens even. En maar blijven vissen met piertjes, of niet? Ja. Tip van Gijs Nederland. Nou, dat valt er wel mee, zeker. Nee, ja, je kunt hier wel het beste met pieren vissen, inderdaad. Kijk, vis voor Daan Junior. Kijk of een brasem is ook weer een dikke vorm. Vissen toch daar of niet? Ja. Hier kun je nog eens een ochtendje voor in de kou gaan zitten. Kijk. Het zijn echt nog hele felle aanbeten, of niet? Ja. Kijk, vis voor Daan. Ik bedoel maar. Hier, moet je nou eens kijken. Is dit vis of is dit geen vis? Hij kan terug, Daan. Fantastisch. We hebben vandaag een beetje pech, want er is weinig echt stroming. Stond er vanochtend met opkomend tij, stond er nog wel wat. Het water is nu een centimeter of 40 gezakt ondertussen. Maar er is eigenlijk weinig of niks van te merken. En dit is volgens mij een echte IJsselbrasem. Wordt er hiernaast nog ook gelijk één gevangen of niet? Hebben we nou 2 in 1? Dat is helemaal mooi. Eerst hier eens kijken. Kijk. Daar komt hij. Pracht van een platte. Kijk ik toch ook eens achter wat er aan de andere kant gebeurt, want... Tussen, kijk eens even, dit zijn de echte. 1,5 kilo daar of niet? Ja, zoiets. En daar is die, kijk eens even. Prachtvis voor Daan. Nou, ondertussen gaat Daan gewoon rustig door met het vangen van vis. Dikke platten, dikke voren. Kijk gewoon even mee. Als ik zo eens naar de top kijk, dan moet het een beste zijn. Zeg een beste. Rustig drillen. Ik denk dat we hem zo gaan zien. Kijk eens even. Kijk, een typisch voorbeeld van zo'n echte IJsselplatte. Komt ie aan.
Hoppa. Kijk, je ziet wel, als het hier eenmaal wat laag water begint te worden, dan is een schepnetsteel van 4 meter geen overbodige luxe. Kijk dan, dit zijn de beesten toch of niet? Kun je hem er even vasthouden? Kijk, onthaakt hem wel, papiertjes aan de haak. Vis op 1,40 meter. Hij kan terug, Daan. Gefeliciteerd. Kijk, als die vis dan eenmaal mee gaat werken, dan gaat het ook hard. Ik heb er net een verspeeld. Bleef hangen achter het randje. Je ziet, het is hier laag water aan het worden en dan krijg je last van stenen. Want Daan doet het gelukkig slimmer dan ik. En die vangt er eentje. Kijk hoe dikke brasem zie ik aankomen. Pracht van een platte komt er weer aan. Dus hou in de gaten, als je er eentje aankrijgt en het is laagwater, zorg dat die vis zo snel mogelijk hoog ligt. Want voor je het weet raak ik hem kwijt. En inderdaad, een beetje schepnetsteel kan ook geen kwaad. Het is en blijft toch bijna 4 meter. Er komt een vis aan van volgens mij meer dan 2 kilo. Niet normaal. Kijk eens even wat een bul. Ik zeg verder helemaal niks meer. Alsjeblieft. 2 kilo schoon aan de haak. Vis onthaakt. Even poseren. Kijk eens even. Daan senior met een pracht van een IJsselbrasem. Ik bedoel maar. En daar gaat hij weer. Kijk, als je helemaal de smaak te pakken hebt, dan blijft het doorgaan. En je ziet dat je hier met relatief, ik wil niet zeggen weinig middelen, maar je moet hier toch wel een stevige feeder hebben. Materiaal wat afgestemd is op de omstandigheden. En dan kan het haast niet anders als je regelmatig een korf brengt, dat het vis oplevert. En ook hier komt weer iets groots boven, denk ik. Kijk. Bij ons thuis liggen ze achter de voordeur als voordeurmat, maar hier worden ze gewoon gevangen. Komt hij aan? Het is bijna. Er staat ook bijna geen water meer, het gaat net nog. En ook deze kan weer bijgeschreven worden. Je mag geen hoogtevrees hebben trouwens hier. Dat is wel heel erg makkelijk. Kijk, wat een bul, man. Hier ook. Hey. Denk je, wat een klein schepnetje. Nou, wat denk je zelf? 3 kilo? Misschien zelfs wel 3,5 kilo. En dat allemaal weer op 2 mespiertjes? Ja. Kijk, vis onthaakt. En mocht je denken dat dit een toevalstreffer is, nou, dit is zo het gemiddelde visje wat je hier vangt aan brasemwerk. Deze kan terug, Daan. Die telt weer mee. Nou, als het goed is, komt mijn vis er ook aan. Even afwachten wat het is. Voorintje brasem. Ja, kijk, ze zijn niet allemaal te groot. Ik kan maar zeggen, toch? Net even te groot om in één keer te liften. Hoppakee. Even kijken wat het is. Leuk vorentje. Kijk eens hier. Is dat wat of is het niks? Bek vol met pieren. Pak je prachtig voor in de bek. Nog even zien te onthaken. Vis weg. Niet helemaal top, maar stroomt. Nou, hopen dat ik deze binnenhaal natuurlijk. Erg benieuwd wat het is. Dan zit ik hier wel aardig op de stenen ondertussen. Dus ik moet die vis wel hoog zien te houden. Wat is het? Een dikke voren. Kijk eens even. Is dat vis of niet? Zo. Een klein vorentje.
precies wat ik bedoel met vorentjes. Kleine vorentjes hier ook nog rondhobbelen. Lukken zou je zeggen. En hij is onthaakt. Kijk, even kijken. Nou, wat vind je ervan? Een ijsselvorentje. En hij gaat weer terug. Het is hier geen luxe om een super lang schip te hebben. En daar gaat hij. Hop, zeg. Mijn dagvis aan de IJssel, bij Capelle aan de IJssel. Zitten ze goed eens op. Ik heb hier weer een fantastische visdag gehad met Daan en Daan. Jawel, vader en zoon die er regelmatig samen op uitgaan om een visje te vangen. Ik vond het een fantastische dag. Als jij hier nou ook eens wil gaan vissen, vergeet niet om je materiaal af te stemmen op de omstandigheden. Want het kan hier behoorlijk stromen en als je dan te licht spul bij je hebt, dan wordt het niks. Neem ook een schepnetsteel mee van minimaal 4 meter, want bij laag water kun je met een schepnetsteel van 4 meter nog maar amper halen. Ik ga er weer vandoor. Wij zien elkaar vast weer ergens anders.